juist bij dit probleem, omdat wij het als organisatie maar niet voor elkaar kregen om voor medewerkers met een beperking, die echt iets andere voorzieningen nodig hebben dan de gemiddelde medewerker, om dat snel te realiseren. Dat lukte ons niet. En daarom hebben we gekozen voor een andere aanpak. Wij zijn voorafgaande aan onze 4 dagen sessie zijn we naar de klant toegegaan, hebben persoonlijk contact gemaakt en het gesprek gevoerd. En we hebben vooral geluisterd naar waar wensen en behoeften zitten van medewerkers met een beperking en ook hun managers, die verantwoordelijk zijn voor deze groep mensen. En hebben gehoord waar knelpunten zitten in de organisatie. En dat luisteren, dat is best lastig. Wat lastig daarin is, is als je dat gesprek voert, dat je dan als professional, dat je dan al heel snel in oplossingen gaat denken, aan gaat geven van ja, maar inderdaad zo werkt het in onze organisatie. En eigenlijk al heel snel in die belemmeringen gaat denken en niet vanuit het perspectief van die klant waar die tegenaan loopt. En dat moet je als interview, moet je dat ook gewoon uitzetten en uit kunnen zetten. Dus echt informatie ophalen. Tijdens de werksessie hebben we ook een klant uitgenodigd. Die heeft deelgenomen aan de hele 4-daagse. En dat maakt ook dat je die klantgerichte benadering er ook in houdt. En met het hele team zijn we vanuit de klant, hebben we ons heel erg verdiept weer in die klant. En hebben we zoveel informatie opgehaald waar er behoeften zijn, waar wensen zijn, waar knelpunten zijn in onze organisatie. En die informatie die hing echt door de hele ruimte. En daar hebben we uiteindelijk onze probleemanalyse opgemaakt en gekeken van nou, wat moeten we nou als eerste doen om waarde toe te voegen, om iets voor die klant te betekenen. Ja, eigenlijk al tijdens de 4-daagse. Hebben we de klantgerichte benadering in het werkproces gehouden. Een van de stappen in het werkproces is dat we een intake hebben met degene die de arbeidsbeperking heeft en die dus een hulpvraag heeft. Wij gaan naar degene toe en dat doen we multidisciplinair, dus eigenlijk met alle vakdeskundigen die nodig zijn of die wij nodig denken te hebben om de voorziening voor die persoon te gaan regelen. Als we op de werkplek zijn, dan zien we ook de werkomgeving gelijk al dat helpt. Zo proberen we te komen tot een oplossing. Wij hebben onze bedrijfsvoering aanbodgericht ingericht. En dat betekent eigenlijk dat je vanuit je eigen professie kijkt naar wat er nodig is. En niet vanuit de klant. En dat maakt de klantgerichte benadering een hele andere. Dan kijk je eigenlijk wat er nodig is vanuit het perspectief van de klant en probeer je dat aan te bieden.